Via Cultura Weekend Magazine met Joyce van Zadelhof over Tijd voor Wijn. Presentatie Gert-Jan Kleinpaste. Joyce van Zadelhof, welkom. Ja, ik ken jou nog uit de periode dat je ook echt Dordtse was. Dat is niet meer zo, geloof ik, hè? Nee, dat klopt. Ik ben nu iets van 2 jaar weg uit Dordrecht. Ja. Of zo. Maar toen was ik ook best wel actief in deze scene. Ja, zeg maar. Nou, hadden we gisteravond in Via Cultura dat fenomeen dat jongeren, ook jongeren die actief zijn in de stad, toch uiteindelijk wel vertrekken en Dordrecht verlaten. Nou, jij bent daar een sprekend voorbeeld van. Ja, klopt. Ik zag toch net iets meer kansen in Tilburg, denk ik. Mm-hmm. Al merk ik wel dat er echt wel heel veel is veranderd hier de laatste 2 jaar. Er is zoveel gaande op kunstgebied en ook op mediagebied. Er is gewoon best wel veel meer mogelijk of zo. En ik vind het heel mooi dat dat nu allemaal opgezet wordt. Maar in de tijd dat ik hier woonde, was dat iets minder. Ja, dus, terwijl jij inderdaad wel actief was op allerlei vlakken. Ik herinner me jou onder andere als presentatrice van Dordtse Koppen. Ja, in een ver verleden. In een heel ver verleden. En jij denkt daar niet als het even vrolijk aan terug is mijn indruk. Ik heb er heel veel van geleerd, laat ik het zo zeggen. Ik zou er niet aan mensen laten zien als zijnde van oké, ik ben zo trots op hoe ik dit heb gedaan toen. Maar Maar in ieder geval ben je wel met media actief gebleven. En, inmiddels heb je 2 podcasts. Alweer. Het gaat echt snel. Als ik het goed zeg. Een podcast is echt heel erg populair op dit moment. In die zin verbaasde me dat wel een beetje. Omdat je dan denkt radio-achtig. Goed moeten kunnen luisteren naar verhalen. Het past niet zozeer bij die vluchtige samenleving waar we in zitten. Nou, maar juist ook wel weer, heel erg. Want je kan een podcast echt overal luisteren. En juist op het moment dat jij dat fijn vindt. Dus bijvoorbeeld tv of live dingen, die moet je kijken of luisteren op het moment dat het uitgezonden wordt. Maar een podcast kan je aanzetten op het moment dat het jou uitkomt. Ja, kan tegelijkertijd alle dingen opruimen in je huis en je podcast luisteren. Ja, nou is mijn favoriete omroep, heet Uitzending Gemist, hoor. Maar, ja, oké. Okay. Kan ook. Ik snap wel dat het gemak dat je zo'n verhaal of zo'n podcast echt erbij kunt pakken of op je oortjes kunt zetten. Daar waar je het uitkomt, terwijl je ook andere dingen aan het doen bent, dat zo is. Ik zag toevallig gisteravond bij Dit is M, Jeroen van Velzen, heet hij geloof ik, muzikant, die ook heel actief is op het podcast gebeuren. Dus, Ik denk dat iedereen dat tegenwoordig doet, Echt een ongelofelijke hype lijkt het. Jij hebt 2 podcasts. Degene die mij even opviel, omdat je op social media langskomt, maak je met je zussen, geloof ik. Ja, ik heb 3 zussen, maar met mijn 2 jongere zusjes maak ik deze podcast. En wij merkten gewoon dat we heel vaak, we zien elkaar heel erg vaak, want we wonen heel dicht bij elkaar. En dan als er iets gebeurt, dan is het echt zo van, dan wordt er in de groepsapp gezegd met z'n drietjes. Wordt er dan gezegd, hey meiden, het is echt tijd voor wijn, want ik moet even iets bespreken. Dat is de titel, hè? Ja, zo heet de podcast ook, Tijd voor Wijn. En wij merken gewoon dat als we die gesprekken hebben, dat er zoveel naar boven komt. En dat willen we heel graag delen. Ja, dus een podcast leek de perfecte manier. Ik heb een beetje begrepen uit social media dat het wel echt een podcast is gericht op jonge vrouwen, 20ers. Jullie eigen scene en leeftijdscategorie. Wat wil je nu dat de luisteraars, de mensen die jullie podcast gaan volgen, wat wil je dat ze eruit halen? Nou, ik denk dat ook toen ik in Dordrecht al actief was in de media, mijn doel is gewoon om hun verhalen te delen en om dat mensen daar zichzelf in kunnen herkennen en even denken van, ik ben niet de enige die dit voelt, ik ben niet de enige die dit meemaakt, dit gebeurt vaker. Dat die herkenning is gewoon echt heel belangrijk en dus daarom maak ik media dingen. Ja, en ik denk dat deze podcast daar ook een onderdeel van is. En kun jij een voorbeeld geven van iets wat er gebeurt, wat dan oppopt in jullie groepsapp, waarvan jullie denken, dit wordt een verhaal? Nou, de eerste aflevering gaat over straatintimidatie. En dat is ook wat heel erg vaak besproken wordt in onze groepsapp. Ja. Dan fietst mijn zusje, die is nu 18 en die woont sinds kort in Tilburg. En die fietst dan over straat en dan wordt ze achtervolgd door
jongens of zo. En mm-hmm. Dan voelt ze zich dus heel onveilig. En dat zijn dingen die we heel erg met elkaar bespreken. En straatintimidatie is zoiets wat soms kan het voelen alsof je je aanstelt of zo. Van, is dit nou wel echt gebeurd? En pas als je weer thuis bent, dan besef je, oh ja, oké, dit was best wel een gekke situatie. En deze jongens die mij achtervolgden, gingen wel echt over een bepaalde drempel heen. Ik zou bijna zeggen, ik zie wel een parallel met ons vorige onderwerp. Ja, die vrouwen die geïsoleerd raken, die dat zo geleidelijk meemaken dat ze denken dat het gewoon wordt. Mm-hmm. Dus dat ze daar gewoon in wegzakken. Veel jonge vrouwen die op straat worden nagefloten, lastiggevallen. Ook geleidelijk aan het beginnen te denken van het hoort bij het over straat gaan. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Nee. Ik denk ook dat het boek van Shanti heel erg goed kan zijn voor vrouwen die wel in zo'n situatie zitten, maar niet per se beseffen waar ze in zitten. En als je een verhaal leest of hoort van iemand die dat ook heeft, dan denk je, oh, dit is eigenlijk best wel heftig. En dan kan je terug gaan denken, oh, dit is ook mijn verhaal. Ja. En dat kan met onze podcast op een andere manier natuurlijk, maar denk ik ook wel een klein beetje. Hoe willen jullie je podcast positioneren? Moet het een beetje luchtig blijven? Of heeft het journalistieke kenmerken? Of? Nou, het is... We zijn alle drie best wel verschillend qua zussen. En een van ons drieën, Demi, die is aan het studeren voor toegepaste psychologie. Mm-hmm. Dus die komt dan af en toe een beetje met de theorie tussendoor. Ja. Maar verder, het is gewoon... We hebben de podcast opgenomen in mijn slaapkamer op mijn bed met één microfoon in het midden, met een wijntje in onze hand. En, die wijn hoort erbij. Ja, exact. Dus het is wel de bedoeling dat de sfeer een beetje los blijft natuurlijk. Mm-hmm. Het zijn gewoon drie zussen, vriendinnen eigenlijk, die met elkaar aan het praten zijn over wat ze allemaal hebben meegemaakt op een bepaald gebied. Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk. En ik hoop dat veel leeftijdsgenoten het weten te vinden, het beluisteren en er ook iets aan hebben. Dus ja, dat hoop ik ook vooral, ja. Lijkt me echt super. Jij maakt ook een podcast die wat meer gerelateerd is aan de discussie die ook veel langskomt over LHBTI. Ja, klopt. Dat is de podcast waarmee ik eigenlijk begon. Die podcast had ik veel eerder al. Ik ben vrijwilliger bij Stichting Outway. En we hadden eigenlijk heel veel op de planning staan voor dit afgelopen jaar, maar er ging natuurlijk niet zo heel veel door. Dus we wilden iets anders doen. We wilden toch onze doelgroep kunnen bereiken. Dus jonge LHBTI-plussers. En voor de mensen die dat niet weten, dat zijn mensen die niet cis-hetero zijn. Ja, ik heb een paar weken geleden ook uitgebreid aandacht besteed aan het thema. Oké, dus de kijkers weten hoe het is. Ons publiek kan er iets van weten, ja. Fijn, oké. Okay. Ja. Daar maken we nu dus een podcast voor. Dus we bespreken echt van alles wat je tegen kan komen als je bij die groep hoort, zeg maar. Of groep, het is wel een groep. Ja. Waar je tegenaan kan lopen. Dus we beginnen met de coming out en dan bespreken we hoe ik samen met mijn co-host Leon bespreken we dan hoe dat voor ons was en wat wij daarvan hebben geleerd en wat de mogelijkheden zijn. Mm-hmm. Dus we proberen niet te zeggen zo moet je het doen, maar wel een verhaal te delen. Prima, nou is de zussenpodcast wat luchtig, gezellig, glaasje wijn erbij. Dit lijkt me een serieuzer thema. Is het daarmee ook een podcast die een andere impact heeft en anders aanvoelt? Nou, het is wel de bedoeling dat het nog steeds een gezellige podcast is. ik en mijn co-host zijn ook gewoon vrienden, dus wij praten ook gewoon tegen... We vertellen van tevoren niet wat we exact gaan zeggen tegen elkaar, want dan is het niet meer spontaan. Mm-hmm. Dus wij horen die verhalen ook van elkaar voor het eerst. En we leren daardoor ook heel veel van elkaar. Dus het is niet alsof je naar twee professionals aan het luisteren bent die heel veel theorie met je delen. Dus zijn het dan meer... wat we tegenwoordig ervaringsdeskundigen noemen, is dat de insteek? Ik vind het een beetje spannend om mezelf een ervaringsdeskundige te noemen. Maar ik denk wel dat als je het een term zou moeten geven, dat het dan is. Ja. Mm. Oké. Okay. Hoe kunnen mensen jouw podcast vinden? Ja, de Outway-podcast, daar staan al een paar afleveringen van online. Dus die is ook te vinden op Outway-podcast, eigenlijk op alle podcastplatforms. En de Tijd voor Wijn-podcast staat nog niet online, maar die komt heel snel, in een paar dagen. Je kan ons wel volgen op Instagram. Er staan een paar schattige foto's van mij en mijn zusjes nu. En daar delen we het dan ook op als het online staat. Insta is natuurlijk überhaupt ook het...
social media platform wat een ongelooflijke vlucht genomen heeft. Ja, daar zit de doelgroep van onze podcast ook op, denk ik. Ik ben nog zo'n oude zak, zou ik bijna zeggen. Heb je ook Instagram? Ik heb met een stichting van mij Insta. Maar ik ben nog begonnen met Hives ooit. Ik heb ook Hives gehad. Ja, dat is wel lang geleden. Hoe komt nou die populariteit van Insta, dat het Twitter en Facebook gewoon echt overvleugelt? Ja, ik denk dat iedere generatie behoefte heeft aan zijn eigen platform. En dat je zoekt iets waar je ouders niet op zitten en wat andere mensen niet snappen. Daar ga je dan je eigen verhaal op delen. Hives ging kapot aan de papa's en mama's die hun kinderen gingen volgen. Ja, ja, Facebook eigenlijk ook. Ja. Dus, en nu is Instagram eigenlijk onder de zo twintigers wel populair, maar dat wordt ook alweer ingenomen, denk ik. Ja, dus er komt weer een nieuwe. Een TikTok. Ja, er komt weer een nieuw platform aan. Ja, dat zeker weten. Dus, hey, ik vond het heel leuk om even te horen hoe dat met podcast werkt en de twee waar jij volop mee actief bent. Ja, leuk dat ik even over mocht vertellen. Zodra Tijd voor Wijn online komt, ga ik toch maar een keer uit nieuwsgierigheid een keertje kijken, luisteren. Doe dat. Ik weet niet of je echt de doelgroep bent, maar je kan er sowieso wat van leren. Dat denk ik niet, maar ik probeer altijd wel open mind te houden voor dat wat er allemaal gebeurt. Dus in die zin vind ik dat hartstikke leuk. Ja, je krijgt een kijkje in het hoofd van een 20-jarige. Nou ja, dat op zich vind ik al heel waardevol. Dus ja. Ik ben benieuwd. Dankjewel dat je onze gast wilde zijn. En wellicht zien we je in de toekomst weer een keer in Dordrecht. Want ik hoop toch altijd dat Dordrecht ook een beetje in je hart gesloten zit. Mm-hmm, zeker weten. Daarom ben ik nu ook hier. Dankjewel, Joyce.